Yo mensen, welkom bij deze nieuwe Het Huis vlog, zo heb ik het maar genoemd. En ja, we zijn nou nog even in onze ding. Het is vandaag 13 juli, oftewel, we hebben net de sleutel gekregen. Ja, ja. Dus we gaan er even heen. We moeten ook spullen mee namelijk voor ja, matjes en zo, allemaal van die voor iets te maken zeg maar. Dus daar gaan we nou even inladen en dan gaan we lekker heen. We hebben al een hoop ingeladen wat er mee moet. Heel de achterbak vol. Alleen staat al een hoop, dus mooi. Kijk, dit zijn alle sleutels. Ik weet niet waar je op staat. Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning. Haha, let's go! We zijn er. Hoppa. Klep open. Tadaa. Nou jongens, we staan in de garage. Kan je al lang zien natuurlijk. En hier hebben ze vanochtend nog even een gat geboord. Dus vandaar die emmer. Dat is voor ja, die uitlaatgassen zeg maar. Die moet je natuurlijk ook weg als je je auto start. Dus ga even binnen kijken. Kijk, dit kennen jullie natuurlijk wel. Maar nu is het hier allemaal glad gemaakt. En dit is een schuurtje van de buren. En dit is een hek achter. Alleen ze hebben die poort, die sukkels, hebben ze verkeerd gemaakt. Die hoort daar te zitten. Dus daar gaan ze nog verbeteren. En ze hebben hier een hele gang gemaakt. En hun zijn nu bezig met de schutting helemaal, zeg maar. Dat is gewoon een bedrijf. Die moet ook natuurlijk afwerken. Net als dit hek gewoon, zeg maar. Dus ja, ik ga even naar binnen. Hallo! Ja, dit kennen jullie allemaal nog wel. Kijk, ze zijn zelfs al stenen aan het neerleggen voor de oprit. Ze zijn ook druk bezig met de straten nog. We kunnen daar nog even een rondje lopen door de wijk misschien. Maar we gaan eerst even naar de wc. Want we hebben natuurlijk een wc. We hebben nou ook deuren trouwens. Ze hadden hier een boiler neergezet, hè? In de trapkast. Terwijl die helemaal niet van ons was, was van de buren. Had ze bij ons aangesloten, steltje sukkels. Nou kijk, hier komt dus zo. Nou, de trap is weer ook nooit hetzelfde. Hier zit ook allemaal deuren in. Er zit nou een put in, voor de deur natuurlijk. Dit is die warmtepomp. Kijk, helemaal aangesloten. De meterkast. Tadaa, ook niet veel veranderd, alleen een deur erin natuurlijk. Even op slot zo. Dan, daar komt het aan jongens, de wc. Let op hè. Nou, dit is de wc. Kijk, we hebben dus mooie tegels. Lampknopje, er zit alleen nog geen lamp in, moeten we zelf even doen. Nou, een groot steentje, dus denk ik een beetje standaard, alleen een ander kraantje. En ja, een wc, hè. Mooi. Dan gaan we nou naar boven, want zoals ik al had gezegd, een trapleuning is er trouwens. Zoals ik had gezegd, het huis moet standaard met een badkamer en de wc worden opgeleverd. Dus hier hebben we mijn kamer, alleen stopcontact van het contactdoosje erbij en zo. En mechanische ventilatie, zeg maar. Ventilatie in ieder geval. Timo's ding nog. Maar, daar komt ie, hè. Oh, mooi! Nou jongens, welkom in de badkamer. Alleen de lamp mist nog ook. Nou, we hebben hier dus het water doet het al zie ik, want er zit al water in. Een dubbele wasbak met ja, grote laders zeg maar erin.
en een elektrische radiateur, weet ik hoe je ze dat noemen. Elektrisch in ieder geval, want we hebben geen gas in de huizen. Dan hebben wij natuurlijk een mooi glaswandje voor de douche. En een nisje voor die shampoo en al die rotzooi erin te zetten. En is mooi. En natuurlijk weer een wc, hè. Mooi. Ook hier zitten natuurlijk weer al deuren in en zo. En dan gaan we nou nog even naar de zolder. Want hier hebben ze ook een trapleuning gedaan al. Zoals vorige keer was er nog niet. Even kijken. Ja, ook niet heel veel veranderd. Alleen een. Ding, hè. Een deur erin. Dat is afvoer voor de wasmachine en zo. Dus nog ook van de mechanische ventilatie, volgens mij is dit. Dus mooi. Alleen jammer dat die pijp per se daar naar buiten moet in plaats van recht omhoog. Maar ja, daar kunnen we denk ik ook niks aan doen. Rookmeldertje daar zo. Zullen we nou weer even naar buiten gaan? Want buiten is ook nog heel veel te laten zien in de buurt dan, hè. Want helemaal op het begin, die waren 2 weken geleden al opgeleverd. En die kregen dus ook al 2 weken geleden de sleutel. En daar zijn al helemaal parkeervakken en alles gemaakt. Oh, we moeten er naar binnen. Geen idee hoe dat moet. Er staat iemand voor de deur zoals het net al was. Dat is. Een hele fijne garage deur, dat heb ik nou al gezien. Voor de afzuiging. Nou, hierachter is dus de dam. En we zijn nu weer helemaal aan de voorkant. Dat kennen jullie wel. Er zijn die huurhuizen die het snelste gingen, zeg maar. Daar wonen gewoon al mensen in. Bij sommigen, die wonen gewoon al compleet. En we gaan eens even hier terug in. En dan gaan we even kijken hoe de parkeerplaatsen eruit zien achter. Kijk, dit is de tuin van het hoekhuis. Dit is ons dammetje. Kijk, en hier zijn allemaal parkeerplaatsen al. Zoals je kan zien. Daar komt hij in het pleintje waar al die ketens staan en zo en die boksen. En als ze een beetje geluk hebben, want woensdag, dat is over 2 dagen, komen ze tegels brengen. En ze zijn al heel ver met onze straat. Dus dan hopen we dat ze ook dit helemaal tot aan ons huis al hebben. Want dan hoeven wij namelijk niet keiver met die kutstenen te gaan sjouwen. Maar we gaan waarschijnlijk toch wel een karretje regelen daarvoor. Maar mooi. Kijk, precies bij ons houdt op. Kunnen we even bij de oprit kijken nog. Kijk, zie je? Dit is de garage deur. We hebben eindelijk uitgevonden hoe die werkt. Want hij zat gewoon op slot blijkbaar met zo'n pinnetje. Dat wisten wij niet. Daarom kregen we hem niet open. Maar nou wel. Kijk, en hier zo zijn ze dus nog even aan het graven nog. Voor de stoep. En we hebben weer geluk, want we kunnen gewoon door de buurmans huis waarschijnlijk. Als de tenminste garage, als deze open gaat. Kut, omlopen. Nee, maar wij hebben zeg maar geluk, want wij zijn het laatste huis wat opgeleverd wordt voor de bouwvakvakantie. Dus anders moesten we nog iets van 4 weken wachten of zo. Dus weer geluk. Ja, die huizen daar in het midden aan de overkant, die worden pas begin september opgeleverd. En het is nu pas juli, halverwege juli. Dus dat duurt nog even. Dit zijn ook huurhuizen. Kijk, dat zijn dan de huurhuizen, zeg maar. Dat zijn huurhuizen en dat zijn huurhuizen. En er zijn er in totaal 20. En de rest, de andere 40, is een scope. En dat is mooi.
Hey, hier zit nog een cd in. Met kerst staat er op kerst. Dus kijk, hij zet hem hier op cd. Nog play. En dan gaat hij afspelen. Volume. Hey. Jingle bell. Nou jongens, dit was weer de video en ik hoop dat jij er een beetje van hebt genoten. En het is dus opgeleverd en nou de volgende afleveringen laat ik wel weer zien wat de vooruitgangen zijn. Want er moet nog veel gebeuren zoals je kan zien. Ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Houdoe!